De concertvrienden zijn natuurlijk gewoon heel belangrijk voor het Concertgebouw en het Concertgebouworkest. We zijn heel erg blij dat we zoveel concertvrienden hebben die ieder jaar weer projecten mogelijk maken die we anders niet zouden kunnen realiseren. Mijn team en ik zijn verantwoordelijk onder andere voor het stoelen en lessenaars van de grote zaal. En de lessenaars zijn gewoon op. Ze zien er niet meer uit. Ze zijn versleten. Ze zijn kapot. Ze zijn niet meer met één hand makkelijk te bedienen. De lessenaars worden heel intensief gebruikt. We hebben ze nu bijna 15 jaar in dienst. En ik heb even uitgerekend, ze hebben bijna 5000 concerten meegemaakt. En dan kan je je voorstellen wie er allemaal achter gezeten heb. Achter gestaan heb sommigen. Zoals solisten gebruiken ze ook. Zangers gebruiken ze. Dus ze moeten gewoon vervangen worden. Ja, het vervangen van een lessenaar is een hele kostbare aangelegenheid. Dus daarom zou een bijdrage van de vrienden zouden wij heel erg waarderen. En het is natuurlijk ook leuk als je dan als vriend naar het concert gaat, dat je kan zien waar je bijdrage naartoe is gegaan. We zijn in het nieuwe pand van het Concertgebouworkest. En specifiek in de Amsterdamzaal. Dat is de ensemblezaal van het orkest waar we kleine kamermuziekconcerten geven, educatieactiviteiten, persconferenties, allerlei evenementen. Die zaal is opgeleverd in het beginsel met een soort standaard verlichting. Het licht kan aan en uit, kan worden gedimd, maar meer niet. En dat is eigenlijk te weinig voor de evenementen die wij hier doen. En dat doet niet helemaal recht aan de kwaliteit van onze orkestleden en ons orkest. Wij zouden het fantastisch vinden als de concertvrienden ons zouden helpen die extra verlichting, die mooie verlichting in deze prachtige zaal te bekostigen. Wij moeten nu namelijk iedere keer, voor ieder concert, voor ieder evenement, moeten we extra licht inhuren. En dat is natuurlijk heel kostbaar. Dus het wordt iedere keer, komt er een bedrijf van buiten en hangt allemaal lampen in. Dat kost tijd, dat kost geld en het zou fantastisch zijn als we standaard in deze zaal, zeg maar, de lichtkwaliteit zouden hebben die helemaal bij ons past.